Mijn onderzoek gaat over de impact van internationale juridische procedures die beogen een vorm van herstel te bieden aan slachtoffers van internationale misdrijven en ernstige mensenrechten schendingen. Wat ik ga bekijken is door middel van empirisch onderzoek na te gaan of de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan dit soort procedures, waaronder bijvoorbeeld het welzijn bevorderen van slachtoffers of bijdragen aan verzoening in samenlevingen als geheel, of die veronderstellingen wel op waarheid berust zijn. Wie gaat er gebruik maken van de uitslagen van het onderzoek? Er zijn verschillende doelgroepen, uiteindelijk natuurlijk de betrokken instanties zelf. Het gaat over een internationaal strafhof in Den Haag, een Europees Hof van de Rechten van de Mens, een Inter-Amerikaans Hof van de Rechten van de Mens en een tribunaal in Cambodja. Dus deze instanties hoop je daarmee te kunnen informeren over uiteindelijk het belang van het type werk dat zij doen. Maar ook toekomstige instanties die wellicht opgericht gaan worden om te proberen een voorziening voor slachtoffers van dit soort schendingen te bieden. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan de situatie van Syrië. Er zijn op dit moment gesprekken gaande om een tribunaal op te richten rondom de schendingen die daar plaatsvinden, waarbij ook een vorm van herstel voor slachtoffers geboden moet worden. Ja, het is maar de vraag of dat een juiste weg is. En dit onderzoek wat ik nou ga doen moet gaan laten zien wat daarvan nou daadwerkelijk de impact is. Wat zijn de grote uitdagingen van het onderzoek? De grootste uitdagingen bij dit type empirisch onderzoek ligt hem in de kwetsbaarheid. Met name in gebieden waar ik naartoe moet waar het onrustig is. Denk bijvoorbeeld aan Congo. Ik heb 4 landen uitgekozen, waaronder Suriname, Congo, Cyprus en Cambodja. En in Congo, in een regio waar ik naartoe ga met het onderzoeksteam, is het op dit moment onrustig. Dus je moet heel goed kijken, kan ik de veiligheid van mijn onderzoeksteam garanderen, maar ook van de mensen die ik daar ga interviewen. Nou, dat zijn kwesties waar je voorzichtig mee moet zijn en die wel voor bepaalde uitdagingen zorgen. Kun je voor jezelf herleiden waarom je het de beurs gekregen hebt? Ja, dat zit er met name in het feit dat ik nu verschillende juridische veronderstellingen empirisch gaat toetsen. Wat je vaak ziet is dat juristen allerlei aannames hebben ten aanzien van verwachte effecten van bepaalde rechtsregels of procedures. Wat ik nu ga doen, en met name ook ten aanzien van die internationale procedures weten we daar te weinig van, is kijken van wat is nou daadwerkelijk de impact. Worden slachtoffers daar beter van? Worden samenlevingen als geheel daar beter van? Of heeft het eigenlijk helemaal geen effect? En dan is de vraag, moeten we niet naar alternatieven gaan kijken? Veel werk, zo'n onderzoek. Misschien toch lastig te combineren met het nieuwe voorzitterschap van de Jonge Academie? Nee, absoluut niet. De Jonge Academie biedt mij juist heel veel nieuwe kansen ook. Waar ik heel veel leer van thema's zoals wetenschapsbeleid, maar ook over hoe je nou ervoor kan zorgen dat wetenschap voor een bredere doelgroep verstaanbaar wordt. Dus wij besteden heel veel tijd aan bijvoorbeeld het communiceren over wetenschap. Brengt mij in allerlei netwerken op EU-commissieniveau tot onze minister van Onderwijs en de staatssecretaris van Onderwijs, waarin ik ook mag meepraten over hoe ik nou de toekomstige ontwikkeling van de universiteit zie. En daaraan te mogen bijdragen zie ik als een kans en niet als veel werk.